Deze avond is co-georganiseerd door de Wetenschapswinkel, Enschede voor Vrede en Studium Generale. Wij met z'n drieën proberen ieder jaar een vredesvraagstuk te behandelen. Het is ook Vredesweek deze week, zoals u waarschijnlijk weet. Het thema van de week van dit jaar is Vrede verbindt over grenzen. Nou, grenzen zijn natuurlijk fascinerende dingen. Ik weet niet of u onze Facebookpagina bekijkt. Mijn collega Hiske Bakker had daar een heel mooi plaatje opgezet. Heel eenvoudig, een tafel met punaises in een wat kronkelvorm. De puntjes naar boven. En dat is eigenlijk een heel mooi gestileerd beeld van wat een grens is. Het zijn twee werelden die bij elkaar komen. Soms is het water en vuur, zijn dat landen die elkaar niet verdragen. En daartussen bevindt zich dan een stekelige grens. Grenzen zijn niet vast, die veranderen, die lopen in de loop van de tijd. Dus over grenzen is ongelooflijk veel te doen. Ik ben heel erg blij dat wij hoogleraar cartografie Menno-Jan Kraak van het ITC bereid hebben gevonden om hier vanavond over te komen vertellen. Menno-Jan Kraak is ook president van de International Cartographic Association. Heeft natuurlijk heel veel wetenschappelijke publicaties gemaakt, maar ook een wat meer toegankelijke, voor een breder publiek toegankelijke publicatie, die heet Mapping Time. En dat gaat over de rol van tijd in de cartografie. Dus hoe kun je veranderingen nou ook in kaarten vatten? Dat is een heel interessant aspect waar je waarschijnlijk ook nog wel iets over zal zeggen. En dat boek is ook wel leuk om te vertellen. Dat is een soort in de voetsporen van Napoleons Russische, vrij rampzalige Russische offensief geworden. Dus dat is een heel interessant boek om ook eens te gaan bekijken. Daarnaast is Menno Jan Kraak ook een vervent atlasliefhebber. Thuis heeft hij maar liefst meer dan 1000 zijn het, atlassen staan uit allerlei windstreken, allerlei thema's, dialectenatlassen, landbouwatlassen, van Finland tot China en alles wat ertussen ligt. Eén ding mag duidelijk zijn, Menno Jan Kraak is een zeer groot kaartenliefhebber en dat zal ook heel duidelijk straks te zien zijn in zijn presentatie. Het verhaal zal ongeveer een uur duren. Daarna hebben we nog tijd voor vragen en discussie. Ik wil een heel hartelijk welkom en applaus voor Menno Jan Kraak. Ja. Goed, goedenavond. Ja, grenzen en Vredesweek. In mijn wereldbeeld past dat niet helemaal. Want waar grenzen zijn, zijn vaak conflicten. En ik zal niet alleen conflicten laten zien hoor. Dat past niet zo in dat thema dan. Maar ik wil u meenemen op reis. Over de hele wereld gaan wij van de ene hoek naar de andere. We kijken niet alleen naar landsgrenzen, zal ik maar zeggen. Want dat is misschien het eerste waar u aan denkt. Maar er zijn nog veel meer grenzen. Ik heb meer gekeken van oké, ik ben met kaarten bezig. En daar staan allemaal lijnen op die kaarten. En veel van die lijnen, dat zijn grenzen ergens van. En daar wil ik u het een en ander over vertellen. Maar misschien is het goed om ja, toch even met een soort definitie te beginnen. Dus ik ben en blijf nou eenmaal een professor en die willen dat een beetje inkaderen en zo. Oké, dan heb ik in dit geval de hele weg van de minste weerstand gekozen en gewoon het woordenboek erbij gepakt. En dan ziet u al dat daar nummertje 2 staat. Dus er is nog een eerdere definitie die bij Van Dalen opkwam dan deze. Maar deze heeft te maken met de geografische context waar we naar willen kijken. En ja, dan vallen er twee dingen op. Je hebt eigenlijk natuurlijke grenzen en staatkundige grenzen. En natuurlijke grenzen die liggen op plaatsen waar de natuur eigenlijk ja, zegt van nou hier is een grens. En dat komt met allerlei voorbeelden. Maar dat zou een bergketen kunnen zijn. Denk aan de Pyreneeën. En een staatkundige grens, die zijn grenzen die zijn door mensen gemaakt. Nu is natuurlijk de grens tussen Spanje en Frankrijk over de Pyreneeën is natuurlijk ook door de mensen zeg maar, geduid. Maar het is duidelijk een fysisch object, een natuurlijk object dat die grens geeft. Terwijl bij staatkundige grenzen, ja, dat zijn gewoon lijnen op de kaart die eens een keer achter een tekentafel bedacht zijn. En het meest berucht is natuurlijk Afrika. Ik ga trouwens vanuit dat u een zeker wereldbeeld bij u heeft, hè? Een soort kaart in uw hoofd. Want ik noem allerlei dingen en ik hoop dat u die dan kunt plaatsen. Ik zal het ook veel laten zien hoor, ik laat eigenlijk alleen maar plaatjes zien van kaarten. Maar goed, dus Afrika, daar staan al die landen met rechte lijnen en ooit op een conferentie in Berlijn, in 1880 of zo rond die tijd, hebben de grote mogendheden van Europa van toen besloten, nou zo gaan we Afrika verdelen. En heel veel van die lijnen die gewoon op zo'n manier getrokken zijn, zijn vandaag de dag gewoon locaties van conflicten. Goed, eerst iets over mezelf.
Laten we zeggen, dat doe ik ook weer in kaarten. Want ja, hoe kom ik nu zo enthousiast voor kaarten? En dat komt eigenlijk omdat ik een grootvader had die, ja, die had een atlas. En die wilde mij, als ik daar was, dingen vertellen. Zelf was hij niet in staat om de wereld over te reizen. Maar hij kon wel allerlei verhalen vertellen. En dat deden we aan de hand van kaarten. En hij had een Oosthoek-encyclopedie. En in die Oosthoek-encyclopedie, daar stonden kaarten. En die zagen er ongeveer, dat is niet hoor, dat is niet van de Oosthoek, maar zo uit. Er waren dus allemaal landen of streken. En er zat mooi een kleurrandje omheen. Wat dan zeg maar die begrenzing van dat land was. En op een of andere manier fascineerde mij dit. Dit is trouwens van National Geographic. Die doen eigenlijk op dezelfde manier, geven die hun karakteristieke beeld van hun wereld. En daarnaast had ik ook nog, zeg maar, een andere atlas. Dat was van de Verenigde Staten en al die counties hadden allemaal verschillende kleuren. En op een of andere manier, ja, al die kleuren, dat is eigenlijk heel kinderlijk, maar ja, ik was toen ook kind. Ja, dat trok mij de wereld van de cartografie in, zal ik maar zeggen. En het grappige is met die kleuren, want ik betrek er ook af en toe de wetenschap een beetje bij. Als ik u vraag van hoeveel kleuren zijn nodig om al die landen een kleurtje te geven, zo'n minimaal aantal kleuren, zodat geen enkel land met dezelfde kleur aan elkaar raakt, zal ik maar zeggen. Maar dat is het probleem. Heeft iemand heeft dat allemaal uitgezocht, wiskundige algoritmes gedaan en zo. En die kwam, oké, antwoord is 4. Dus met 4 kleuren kun je die kaart helemaal invullen. Maar dat is soms nog een heel gepuzzel. En in de praktijk blijkt vaak, en als je bijvoorbeeld hier zou tellen, dan heb je 5 verschillende kleuren. Dus vaak gebruikt men 5 of 6 verschillende kleuren om dan al die landen zo mooi in te vullen. Zal ik maar zeggen, als je een wereldkaart kijkt en je kijkt naar landen. Dus ja, achter elke kaart zit ook weer een heel ander verhaal. Af en toe dan duik ik daar eens in, maar meestal dan laat ik het een beetje voorbij gaan. Maar goed, dit is een beetje het begin geweest van oké, interesse in kaarten. En ja, kaarten zijn grenzen en dat is dan fascinerend. Ja, want ik spaar inderdaad atlassen en ik heb oude bosatlassen. En als ik hier naar het publiek kijk, dan hebben die allemaal zijn die ook opgegroeid met een atlas. En vaak de jongeren onder ons zullen een atlas hebben van hun grootvader, van hun vader en van zichzelf. En misschien nu van hun kinderen. Dus vaak zijn er wel 4 generaties bosatlassen in huis. En als je dan kijkt naar de politieke grenzen in Europa, dan is opeens de atlas van mijn grootvader weer bruikbaar vandaag. He, door de veranderingen van grenzen, zal ik maar zeggen. Ja, niet helemaal, maar in grote lijnen. Dus nou, dat hele spel, dat is interessant. Maar laten we gewoon eerst even naar de grens gaan. Laten we gewoon even hier in Enschede blijven. We gaan even naar het Aamsveen. En ja, daar is de grens. Want ja, vandaag de dag natuurlijk met Schengen en Europa, wat is nog een grens? Als ik naar Duitsland reis, dan kan ik altijd wel de grens zien. Omdat de bouwstijl anders is, de strepen op de weg zijn anders, de paaltjes langs de weg. Er zijn duizenden kenmerken waaraan je kunt zien dat je toch in een ander land komt, zal ik maar zeggen. Maar goed, op de kaart vind je ook de grens. En op die kaart staan al die grenspalen met hun nummers, die staan daar keurig op. En dit zijn dan 2 grenspalen in het Aamsveen. Maar er staan ook wel grenspalen hier in Enschede, die staan ergens en die staan niet aan de grens. Want vroeger, als een boer stenen nodig had voor zijn schuur, dan stond een grenspaal in de buurt. Je moet niet denken dat die boer dacht van nou, ik heb respect voor die grenspaal. Nee, die haalde die paal gewoon uit de grond en die nam die mee. En dan, nou ja, dus soms worden nog wel eens grenspalen gevonden in oude boerderijen of zo, als drempel van een schuur of dergelijke dingen. En in deze streek staan verschillende van die palen waar dan een verhaaltje bij staat, die dan niet echt aan de grens staan, maar die dan wel zo'n soort verhaal vertellen. Trouwens, als die grenspalen werden weggehaald, ik heb 1 dingetje maar meegenomen, een stukje steen. Onder al die grenspalen, daar ligt ook nog een steentje. Want ja, ze waren natuurlijk niet gek, die mensen die grenspalen plaatsten. Die dachten van, hé, wacht even, als die weg is, dan weet ik in ieder geval nog waar het is. Trouwens, in Nederland en Duitsland is een afspraak tussen beide landen dat elke 3 jaar... Om de 3 jaar dan loopt, de ene keer lopen alle Nederlanders langs alle palen om te kijken of ze nog goed staan. En 3 jaar later lopen de Duitsers de andere kant op, zal ik maar zeggen. En die kijken ook weer of alle palen nog goed staan. En zolang ze dat maar eens zijn, dan is het goed. Maar waarom ligt die grens dan daar, in dat Aamsveen? Ja, ik denk als u daar ooit eens geweest bent, dan begrijpt u dat misschien wel. Want dat is uitermate ontoegankelijk. Zeker als het lang geregend heeft, dan kom je niet droog terug. Dus op deze kaart, een oude kaart uit 1680 van Overijssel. Misschien herkent u het hier, Zwolle, Kampen. Hier ligt Aamsveen. En hier zijn ook allerlei veengebieden. Dus de grens Duitsland met Drenthe. Ja, die veengebieden die wilde niemand hebben.
Dus dat was, en het was ontoegankelijk. Nou ja, aan de ene kant had je de bisschop van Münster, aan de andere kant de bisschop van Utrecht, Overijssel, Overstichten. Ja, dus daarom is de grens daar. Dus soms kun je gewoon aan de natuur, ondanks dat het dus een stadkundige grens is, zit er toch nog wel een zekere ja, natuurlijke reden waarom die daar is in dit geval. In Afrika weer niet, hè? Gewoon rechtdoor. Maar waarom dan die grens? Ik heb hier ook nog zo'n geval. Dit is weer even terug naar de Baltische Staten. Dit is die kaart van eerder. En hier zit een heel klein wormvormig aanhangsel aan Litouwen. En er is een prachtige legende, want ik denk niet dat het echt is, die vertelt waarom dit is. Toen het was in 1939, toen Rusland zeg maar, daar ook wat actief werd en die streken weer inpikte, want die landen waren zelfstandig geweest, toen moesten dus die interne grenzen getrokken worden. En Stalin die zat met zijn generaals aan tafel en ze waren die grenzen aan het trekken. En hier lag de pijp van Stalin. En niemand durfde die pijp weg te halen. Dus toen is die grens om die pijp heen getekend. En daarom hebben we daar zo'n wormvormig aanhangsel. Dat is het verhaal. Ik kan me niet voorstellen, ik ken Stalin niet, maar ik denk niet dat het zo gegaan is. Je leest ook wel andere dingen dat het te maken heeft met er is een enorme diversiteit aan etnische groepen daar. De Wit-Russen, de Litouwers, de Polen, alles liep daar door elkaar heen. En dat er dan op basis daarvan in die buurt grenzen getrokken zijn. Dus ik denk dat dit dichter bij de waarheid ligt. Maar die pijp, dat blijft natuurlijk een prachtig verhaal. Ja, dan nepgrenzen. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat soms dan denken wij dat als ik... even kijken, ik stel er nog even twee pijltjes bij. Als ik kijk naar hier, naar deze kaart, hè, dit is bij Montferland in de buurt, staat hier een pijltje naar beneden. Dat is de kijkrichting vanaf deze foto, zeg maar, naar het bos. Dus deze bosrand hier, dat is ja, het bosrandje wat je hier ziet. En dit in de verte hier, dat is dit randje. Dus je kijkt zeg maar naar het zuiden toe. Nou goed, dat zijn vrij harde grenzen, zou je zeggen. Rand van bos en weiland, dat is helder. Maar als ik bijvoorbeeld naar een bodemkaart kijk, wat we aan die kant zien, ja, dan geeft die bodem aan met een lijn. De ene kleur is klei en de andere kleur is zand. En precies waar die lijn is, zou dan die overgang zijn tussen klei en zand. Maar dat werkt natuurlijk niet, want je moet je voorstellen, daarom heb ik die korreltjes er even naast getekend. Zand is grote korrels, klei heel kleine korreltjes. En dit is natuurlijk een overgangszone. Het is niet dat het heel abrupt is. En dat is dus heel vaak met die bodemkaarten en dat soort type kaarten, dat er niet een abrupte grens is, dat er een overgangszone is. Want zelfs de grens tussen bos en weiland in Nederland is alles strak aangeharkt. Maar als je bijvoorbeeld in Afrika bent en je gaat daar tussen bos en savanne, ja, dat is ook een overgangszone. Dus dan staan er plukjes bomen. Nou, misschien als je naar de Veluwe gaat, zie je dat ook al tussen hei en bos. Dat is niet een scherpe grens. Alleen waar wij zelf hebben ingegrepen, is dat een mooie rechte grens. Maar in de natuur is dat niet zo. Dus ja, eigenlijk tekenen we die grens, maar hij is er niet echt. Maar nepgrenzen, ja, ik kan helaas niet om hem heen. Ik weet niet of u dit nieuwsbericht heeft meegekregen, vorige week, twee weken geleden. Dus ja, kijk, er zijn wetenschappers, die hebben dus allerlei voorspellingen van hoe dan de baan van die orkaan zou, of die hurricane dan zou kunnen gaan. En op basis daarvan tekenen ze dan zo'n pluim, hè, een soort kansberekening van waar zou die heen kunnen gaan. Als wij in de winter op de Elfstedentocht zitten te wachten, dan komt het weerbericht ook altijd met zo'n pluim, hè, van blijft het vriezen of niet. En oké, dan hier weten ze dan vrij zeker. En hier wordt het al een beetje ja, gokken, zal ik maar zeggen. En Alabama, dat ligt dan hierboven. En hij had dus gezegd van ja, Alabama is helemaal in gevaar. En toen heeft hij dus met een viltstift, heeft hij gewoon even iets opgetekend, zodat het toch even Alabama raakte. Dus gewoon om gelijk te krijgen, ging hij die kaart manipuleren. Oké, okay, dat is Trump. Dus ja, hè, maar het ergste is natuurlijk gewoon dat de bazen van de meteorologische instantie hem gelijk gaven. Hè, want de meteorologen die daar in Alabama zeiden van nee, er is niks aan de hand, we zijn helemaal niet in gevaar. Maar die politieke bazen van het KNMI, zal ik maar even zeggen, in Amerika, die zeiden, nee hoor,
presidentsgelijk. Ik zie dit nog niet gebeuren met Willem-Alexander, hoor. Dat, ook al gaat hij tekenen, dan geloof ik niet dat we dat... Dus ja, dit is natuurlijk een nepgrenzen, hè? Een prachtig voorbeeld van hoe we gemanipuleerd worden, zal ik maar zeggen. Oké, er zijn ook wat betrouwbare grenzen. Gelukkig in Nederland het kadaster. Dus onze perceelsgrenzen, die zijn heel strak bekend, tot op de millimeter. En dit is dan een stukje van het dorp in Schiermonnikoog, waar alle percelen, de huisjes in staan en dan de perceelsgrenzen, zeg maar. En nou ja, als u in Enschede woont, dan ooit een huis gekocht heeft, dan heb je ook een kaart gekregen. Als je niet in het centrum woont, dan is het kadastrale gemeente Lonneker, hè? Want vroeger was Lonneker om Enschede de gemeente. En dat ziet er zo uit en al die grenzen zijn gewoon, dat is je eigendom en dan is dat verzekerd en zo. Hè? Dat is de kracht van het kadaster. En het Nederlandse kadaster heeft dat allemaal op deze manier uitgewerkt. Goed, dan eigenlijk begin ik nu pas met mijn verhaal, want dit is eigenlijk een beetje zo de inleiding. Want ik wil het nu wat systematischer aanpakken, nou, anders spring ik van het een naar het ander. Dus ik wil nu even een beetje gaan kijken naar die natuurlijke grenzen. Dan even nog naar wat staatkundige grenzen kijken. En dan eindig ik eigenlijk niet met de vrede. Maar dan kom ik bij allerlei conflicten. Want eigenlijk, ja, dat is toch wel het meest interessante wat daar gebeurt dan. En hoe dat dan gaat. Ja, dus we gaan, natuurlijke grenzen. De Rio Grande. Hè, die heeft alles te maken met Trumps muur, zal ik maar zeggen. De Pyreneeën zien we hieronder. Berlijnse muur. En Glanenbrug. We hebben ook een grens vlakbij. Dus. En dan in de jaren 50. En toen was er nog een echte slagboom, zal ik maar zeggen. Want ik herinner mij nog wel dat ik de eerste keer met mijn zoon, toen hij in die leeftijd was, naar België ging. En dat hij dus ook op een kaart probeerde te volgen waar we waren. Dat hij dus klaagde dat hij nergens die streep op de weg zag. Hè? Dat we gewoon België inreden zonder dat er iets gebeurde. Terwijl, ja, toen ik vroeger klein was, ja, dan stond daar een grenswacht. En toen zei mijn vader altijd, en je gedraag je, want oh, ik krijg je problemen. Dus zo gingen wij de grens over, hè? Dus ja. Goed, stadkundige of natuurlijke grens. Ja, in Nederland hebben we ze ook. Hè. Ik bedoel, de Maas tussen België en Limburg, dat is een voorbeeld van een natuurlijke grens. Dat is gewoon de Maas is aangewezen. En het staat hier niet op de kaart, maar die Maas die stroomt dus verder naar boven. Naar het noorden moet ik eigenlijk zeggen. En dan is er zeg maar tussen de Maas en Duitsland is een bepaalde strook. Hè. En die is over de hele lengte ongeveer even gelijk. En dat is de grens met Duitsland, die is daar gelegd, zodat je die rivier kon beschieten vanaf de grens en terug. Dus die afstand die heeft te maken met Schootsveld, zal ik maar zeggen. Maar wat hier aan de hand is, is dat we op een gegeven moment met België hebben wat grondgebied geruild onlangs. Ik weet niet of u dat heeft meegekregen. Nederland is ietsje groter geworden, want we kregen net iets meer van de Belgen dan dat we aan hun gaven. Wat was er aan de hand? Kijk, die rivieren die zijn natuurlijk dynamisch. Dus dat beweegt. Nou is dat ook weer in Nederland allemaal vrij strak ingeperkt door onze dijken en andere dingen. Maar hier was toch nog iets aan de hand. En hier was een stukje, ja, een eiland, want hier was een kanaalachtig iets gemaakt. Die Maas is een beetje bewerkt. En dit is eigenlijk een stukje België, want vroeger ging die Maas dus langs deze kant en nu liep dat rechtdoor. En op een of andere manier werd dit een soort vrijstaatje. En dat was van, ja, de Belgische politie kwam daar nooit, maar er was wel allerlei gedoe. Want ja, in Nederland kon je allerlei lekkere dingen krijgen en dan kon je dat daar oproken, zal ik maar zeggen. Dus op een gegeven moment hebben ze dan besloten om dat maar te ruilen, zodat er iets meer, misschien wat meer orde, nou weet ik niet of in Nederland altijd zoveel orde is wat dat betreft, maar oké. En hier was er net iets anders aan de hand, dus hebben we dat een beetje geruild. En dat is dan officieel geregeld. Dus op die manier, in alle vriendelijkheid, hebben we gewoon stukjes grond geruild. Maar dan, als je zo'n rivier hebt, waar leg je dan de grens? Dat is niet zo eenvoudig. Dat kan op allerlei plekken liggen. Dus hier zien we vier mogelijkheden. Je kunt zeggen, als we hier linksboven beginnen, nou, we leggen hem keurig netjes in het midden. Nou, maar dan, ja, die rivier gaat bewegen. Dan gaat die grens ook mee bewegen. Wil je dat? Want ja, je snapt wel, misschien zit er wel iets waardevols onder de grond. Dan gaat die grens schuiven. En dan ben je het kwijt. Of je krijgt het erbij. Hier bijvoorbeeld is er gewoon gekozen van, nou, af en toe ben ik het rode stipje een beetje kwijt hier. Hier is gewoon, we leggen hem aan de kant. We kiezen gewoon één kant en daar ligt de grens. Punt. Nou, dat is helder. Als die beweegt, ja, dan gaat mee. Kun je zeggen, nou nee, weet je wat, we kiezen het diepste punt. De rivier die slijt zich uit en volgt het diepste punt steeds. Ja, dat is ook een manier, maar dan moet je wel iedere keer bijhouden waar het de diepste is, zal ik maar zeggen. Het midden is makkelijker te meten dan dit weer.
Ja, en weer anderen zeggen, nee, we maken het gewoon een neutraal gebied. De rivieren van ons samen. Dus de beide oevers zijn gewoon waar het ophoudt. En dan hebben we een stukje neutraal gebied. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om op die manier in een rivier te bepalen waar de grens ligt. Maar er zijn, even terug aan er zijn wel allerlei interessante conflicten geweest. Wij als ITC hebben ook wel eens kwartieropdrachten gedaan voor het International Court of Justice in Den Haag. En dat dus conflicten waren, inderdaad over delfstoffen. Dat er een rivier was, en het was ergens in Afrika. En dan gebruikte men kaarten van de Fransen uit de koloniale tijd. Die waren dan 60 jaar oud, of misschien nog wel ouder. Die rivier die was inmiddels aardig bezig geweest. En ja, de een zegt, nee, wat op de kaart staat is de waarheid. En de ander zegt, nee, de werkelijkheid is de waarheid. Ja, dan gaan ze daarover vechten en dan moet het gerecht een uitspraak doen van ja, waar ligt dan de grens, zal ik maar zeggen. En natuurlijk, ik zag net die vier voorbeelden, maar dan kiest zo'n land natuurlijk gewoon voor wat toevallig in het voordeel is van dat land. Ondertussen heeft zich hier, dat gaat hier door, hier beweegt wat. Dit is de natuurlijke grens van de Romeinen in Nederland, Limes. En ja, dan is het... Ze vinden nog steeds allerlei Romeinse dingen, zal ik maar zeggen. Je regelmatig lees je in de krant, dan hebben we dit weer gevonden en dat weer gevonden. En dit is bij Valkenburg en daar ligt Katwijk. En je ziet steeds, dit is de huidige grens. En dan ligt hier zo'n stip, dat is zeg maar het fort. Wat er vroeger was van de Romeinen, dat is nu in zee verdwenen. Hier was het einde van de rivier, die mondde hier uit. Dat was de Rijn, heet nu Oude Rijn. Maar vroeger liep de Rijn gewoon door Utrecht heen en dan hier langs naar zee. En wat er bij Rotterdam gebeurde, dat was niet interessant op dat moment. Hè. Dus dat is een voorbeeld van een natuurlijke grens. Ja, de Pyreneeën is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Dat is heel makkelijk. Je volgt de hoogste lijn langs de bergrug en dat is de grens. Nou, zo is het daar. Goed, soms dan hier nog een paar voorbeelden van natuurlijke grens. Dit is Georgië in de Caucasus. En dit is uit een atlas die ook op een leuke manier probeert de landschappen wat in 3D weer te geven. En juist door dat 3D-beeld kun je heel goed zien dat hier is de Caucasus. Aan de andere kant begint Rusland en dan aan deze kant ligt Georgië, Armenië, Azerbeidzjan. Die liggen dan hier en dan zie je gewoon dat die grens die loopt daar. En dat begrijp je, want om aan die andere kant te komen moet je toch wel heel veel moeite doen, zal ik maar zeggen. Dus een voorbeeld van een natuurlijke grens. Ook de Andes in Zuid-Amerika is zo'n voorbeeld. Het verschil tussen Chili en Argentinië is dat de grens. Gewoon over de Andesketen heen loopt gewoon die grens. Ik was van tevoren uitgenodigd om even mee te uit eten te gaan. En heel plezierig. Toen vroegen ze ook van, zijn er nou nog dingen op de wereld die niet goed bekend zijn? Toen zei ik van, afhankelijk van de schaal, van het detailniveau, weten we misschien dingen wel of niet. Maar nu ik deze kaart zie, schiet mij te binnen dat inderdaad in dit gletsjergebied, zeg maar, hier in Patagonië, daar is inderdaad nog niet alles, zeg maar, in ruim detail, in heel erg veel detail bekend. Dus dat is wel een voorbeeld op een plek op aarde waar, niet dat je nog onbekende steden of dorpen, die zijn er helemaal niet, maar... Laten we zeggen, hier in de campus, als je een kaart zou hebben, elk paadje staat erop. Maar daar is dat zeker nog niet het geval. Dan zijn er nog wel onbekende streken. Soms is het ook gewoon heel lastig om te bepalen waar de grens ligt. Zo, hier kijken we naar de kaarten van de Veluwe. Waar houdt de Veluwe op? Waar begint de Veluwe? Weet u het? Ik denk dat heel lastig is. Zelfs met Twente, hè? Waar is de grens? Sommigen zeggen, het volkslied zegt dan net tussen Regge en Dinkel. En als je op andere kaarten kijkt, een bepaalde gemeente horen dan bij de regio Twente. Maar dat is wel interessant. Wat vindt u dat Twente is? En wat leuk zou zijn, een leuke oefening, kom straks nog met een voorbeeldje. Van, als ik u nou allemaal eens een kaart geef van Overijssel. En ik zeg, hier heeft u al een pen. Teken nu eens aan, wat is Twente? Dus iedereen tekent zo zijn eigen grens van Twente. Dan gooi ik al die kaarten op elkaar, ik middel dat een beetje uit en dan hebben we Twente. Want wij bepalen dat. Dus op die manier kun je, en dat gebeurt ook steeds meer, dat de mensen bij het maken van kaarten betrokken worden. Maar hier zien we een historische kaart van Twente. De Veluwe, hè. 1740, dan wordt dit als
de Veluwe gezien. Dit is een kaart over de Veluwe, een toeristenkaart. Ja, en die, eigenlijk dat groene gedeelte, die vorm, het bos, zal ik maar zeggen, ja, dat zien we als de Veluwe. Maar ja, misschien hoort dit, nou dit, nee, dat hoort er niet bij, daar wonen de kippen van Barneveld. Hè, dus die, nee, goed, Apeldoorn, dan zit je ook weer in de IJsselvallei. Dus ja, zeg maar het landschap, de bepaalde hoogte met bos, ja, dat is de Veluwe, dat is een begrenzing. Maar het is een vrij grove beschrijving. Hè? Dus laten we zeggen, de grens die we eerder gezien hebben, daar kun je precies de grensstenen neerzetten. Maar bij een Veluwe is dat absoluut niet het geval. Dan heb je ook nog taalgrenzen. Natuurlijk, als we even naar België gaan daarvoor, de zuidkant, hè, dit is Nederlands, de zuidkant is de grens met Franstalig België. Die taalgrens, dat is een heel politiek gebeuren geworden. Maar je hebt een atlas, de dialectenatlas van het Nederlands. En daar zien hier twee bladzijden uit. En hier gaat het over het woord schip. En hier wordt gezegd van hoe ze dat dan uitspreken. Zeggen ze nu skip, dus SK, of schip. Nou, in Limburg zeggen ze geen schip natuurlijk. Dat lukt niet. En dan heb je allerlei varianten van hoe dat wordt uitgesproken. En bijvoorbeeld ook hoe ze bepaalde dingen noemen. Een egel, die wordt dus kennelijk, dat wist ik eigenlijk niet, want ik dacht, ja, ze noemen, voor mij is een egel, ja, een stekelvark is al een egel, maar ik zou het eerder egel noemen dan stekelvarken. Terwijl ik kom uit deze streek, zal ik maar zeggen. Nou ja, goed, dat ze het in het Fries iets anders noemen, dat spreekt voor zich. Maar in Groningen hebben ze kennelijk ook weer andere egels. En nou, je ziet gewoon dat overal anders heet. Ja, en zo heb je dus heel veel verschillende, nou, die atlas is een paar honderd pagina's dik, allerlei verschillende woorden die dan op andere plekken anders. En ook hier zijn die grenzen, dat lijkt heel mooi. Van oké, hier loopt die grens. Maar dat is natuurlijk heel grof, hè? Ik bedoel, ja, hoe weet je nou precies waar die loopt? Je bent niet in elk dorp gaan vragen, hey, hoe heet dit beest? Loop je met zo'n egel, hoe heet die? En dan bepaal je op die manier de grens. Nee, ze hebben natuurlijk verschillende plekken en dan trekken ze die lijn maar gewoon. Hè? Dus ja, ik wil niet zeggen dat de cartografen maar wat aanrommelen. Nee, dat doen we zeker niet, maar ja, af en toe dan moet je gewoon, ja, dan werkt dat toch op zo'n manier, zal ik maar zeggen. Misschien een teleurstelling voor u, maar soms zijn grenzen gewoon, ja, politiek. Dit is uit het NRC van een maand geleden. Er stond een serie over grenzen in. En dit ging over, deze weg is de grens tussen twee complete leefwerelden. En dat is dan gerelateerd aan mensen die op de PVV of op Denk en Leefbaar Rotterdam stemden. Gewoon stemgedrag. Ja, het zijn ook verschillende soorten mensen, zal ik maar even zo zeggen. Ja, die wonen aan beide kanten van de straat en dan komen we bij elkaar gaan wonen. Ja, en dus dit is een grens. Als wij daar nu naartoe gaan, dan zien we dat niet als grens. Want we hebben geen idee, je rijdt door zo'n stad. Maar mensen die daar wonen, dat is de grens. Met mensen aan de overkant praat je niet. Misschien was dat vroeger. Tenminste, ik kan het me voorstellen. Buurse, protestant deel, katholiek deel. Volgens mij ging je niet met de ander praten. Hè, want dat ging in ieder geval geen boodschappen doen met de bakker die katholiek was als jij protestant was. Althans, zo waar ik opgroeide was dat niet hoor. Dus ja, dat zijn ook grenzen. Maar die grenzen staan niet op een kaart. Maar die zijn er gewoon. Dit zijn ook grenzen, maar dit zijn ja, vooroordelen. Laten we zeggen, als wij denken aan, dan moet ik voorzichtig zijn met wie er in de zaal zit natuurlijk. Ik probeer niemand te beledigen in mijn voorbeelden. Laten we dat even vooraf excuseren. Maar ja, als ik met mensen vanuit het zuiden van het land een afspraak maak, ja, die komen nooit op tijd. Hè? En mijn vrouw komt uit Maastricht hoor. Gaat al 35 jaar goed. Dus, maar, en ze komt ook wel op tijd. Ik heb er aardig. Nee, maar zo heb je dus ook allerlei vooroordelen die soms wel ergens op gebaseerd zijn. Over Europa bijvoorbeeld. En hier zien we allerlei, nou ja, hier bijvoorbeeld, kijk, over geluid, hè, de mensen in het zuiden, die maken ontzettend veel herrie. Hè, die geluid praten, nou, neem die Italianen onder mijn benen. Terwijl nou, in Scandinavië zeggen ze bijna niks, allemaal stil. Nou, ik pak er maar gewoon een paar hoor. Ik bedoel, hier, dit is ook wel een grappige. Van oké, deze mensen repareren hun eigen gootsteen en die hebben een loodgieter nodig. Ja, ik bedoel, ja. Oké, nou hier, ja, zonnig en bewolkt. Boter Europa, rijk en arm. Tomaten en aardappelen. Nou, de godsdiensten komen natuurlijk weer even terug.
Nou ja, hier hebben we nog de homo-knuffelaars en homofoob. Ja. Dus je hebt... dit is ook wel een grappige, want... Soms dan zijn juist de uitzonderingen in een kaart, die zijn aan, dan wil je iets weten, hè? Die dingen die afwijken. Dus dit is bijvoorbeeld interessant, hier hebben we koffie en thee, dus dat is weer zo'n grens. Hier drinken we thee en daar drinken we koffie, maar die Engelsen moeten weer thee drinken. Dus die Brexit, nou ja, wat zullen we daarvan zeggen? Oké, deze kaartjes heb je van allerlei landen. Ik heb hem ook even van Polen. En Polen die heeft ook, nou ja, Polen is natuurlijk heel lang verdeeld geweest, hè? Voor een deel... Zeg maar, is het Russisch geweest, het is Duits geweest en het is Oostenrijks-Hongaars. Die drie hebben de macht uitgemaakt. En in spoorwegpatronen kun je nog steeds die drie landen terugvinden, zal ik maar zeggen. Er zijn allerlei redenen. Maar goed, hier hebben ze bijvoorbeeld crime rate. Nou, hier zie je, het is de Duitse kant, twee keer het gemiddelde. Ja, de Russische kant. Dit is niet helemaal waar wat ik zeg, maar oké. Dit is bijvoorbeeld hoe rijk ze zijn. Nou, ja, hier wonen de Duitsers. Dit is Estland, de Grieken en de Roemenen. Zo, dit is gewoon het armste gedeelte, zou ik maar zeggen. Nou ja. En hier zeggen ze dan weer van, oké, een miljoen mensen zijn vermoord. Een miljoen mensen zijn gewoon verplaatst. Hè? Want dit was allemaal Duits, dus die is allemaal weg. En allemaal Polen uit Oekraïne zijn daarheen verhuisd, zal ik maar zeggen. Dus zo heb je van allerlei landen dit soort, nou ja, grappige kaartjes. Ik vind ze wel grappig. Sommige mensen die voelen zich misschien aangesproken, die vinden daar niks aan. Nou ja, oké, iedereen heeft zijn eigen ding. Maar goed, dit soort heb je. En dit soort cartoonachtige grenzen en wereldbeelden heb je natuurlijk veel meer. Deze voorkant van de New Yorker is een hele beroemde cartoon. Want ja, de New Yorkers, die Manhattan, daar is het. Nou, dan kun je de Hudson over, daar komt dan de rest van Amerika. En dan kun je dan weer een watertje over en dan kom je in Azië of zo. Zo is dit een wereld in elkaar. Goed, in Texas is alles groot. Dus op hun kaart hebben ze gewoon Texas neemt de helft van de VS in. En dan is er nog wat ruimte voor anderen. Hè? Dus ja, op die manier. En dan hebben ze ook nog dat de staten, die hebben dan ook allemaal nog andere namen gekregen. Hè? Allemaal bijnamen. Hè? Dat Yankee Land en Swamp Land in Florida. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dan, als je daar een beetje thuis bent, dan kun je de benamingen die ze daar geven wel een beetje... waarderen, denk ik, of begrijpen. Goed, soms dan zijn die grenzen ook een beetje onzeker. Als wij een kaart maken van het Romeinse Rijk, dan, oké, in Nederland heb ik net aangegeven, natuurlijke grens, hè, de Rijn van toen, dat is bekend, dat is de grens. Maar ik weet zeker dat als ik naar de woestijn hier in Libië ga, die vage, dan weten we het niet precies. Dus ze hebben gewoon maar een band, een kleur gegeven, ja, dat is Romeins. Dus dat is een beetje onze kijk. Hier is het allemaal vrij zeker, denk ik. Denk ik. Maar hier, ja, dat is toch onduidelijk. Maar toch geven we dat een beetje op zo'n manier aan. Hier is nog zo'n voorbeeld. Even naar Nieuw-Guinea. Oké, de Nederlanders die waren daar de baas. Maar dat is betrekkelijk, hè, want de Nederlanders waren over het algemeen alleen maar de baas in de kustplaatsen. En misschien een paar handelsroutes. Maar verder lieten ze het allemaal een beetje op zijn beloop. Dit was in die tijd Duits, althans de Duitsers hadden het gekregen. Hier zie je een soort begin van een grens. Die grens uiteindelijk die loopt helemaal rechtdoor, maakt hier een klein bochtje bij deze rivier en gaat er gewoon rechtdoor. Dus een van de meest rechte grenzen vandaag de dag in de wereld. Toen ik studeerde, toen was er mijn instituut een landmeter. En die was toen al vrij oud, zal ik maar zeggen. Als student vind je iedereen altijd al vrij oud natuurlijk. En die had die hele grens afgelopen als landmeter. En die man die rookte als een ketter. Ik zeg, joh, daar hou ik helemaal niet van. Maar hij zei, ja, maar als jij naar de jungle gaat, die wil die vliegen niet de hele tijd op je hebben, die muggen, nou, dan ga je wel roken hoor, dat helpt goed. Oké. Ik ben maar nooit naar muggenland gegaan, want ik wou niet roken. Maar goed. Dus ja, die grens, dat is zo'n voorbeeld, dat is een mooie rechte lijn. Oké, dan heb je ook nog wel vage grenzen. Laten we zeggen, dit is de Balkan. Nou, we weten allemaal dat de Balkan men noemt het wel een wespennest is. En hier zie je allerlei voorbeelden van die verschillende volkeren. Elk kleurtje is een volk. En soms loopt het een beetje door elkaar heen. Nou, dan kun je er gif op innemen dat daar problemen ontstaan. En op die manier kunnen cartografen dat een beetje weergeven. Dan mixen we die kleuren een beetje. Dan weten we, daar is wat onzeker. Een beetje rommelig. Zo gaat het daar.
Dit is een voorbeeld van oké, wat is mijn buurt? Hè? Dus we hebben op een gegeven moment zijn mensen die hebben onderzoek gedaan. Dit is in Iran. Maar die onderzoeken zijn ook al eerder op andere plekken gebeurd. En hebben ze een wijkkaart gegeven en dan zeggen ze tegen mensen, oké, wat vind je nou dat jouw buurt is? En dan gaan mensen grenzen trekken of cirkels, grove lijnen trekken van dit vind ik erbij. Hè? Want soms dan hoort volgens de gemeente in Enschede bijvoorbeeld, hoort het bij een wijk. Hè? Bijvoorbeeld de wijk Wesselenbrink. Maar die Broekhunnering, ja, dat is toch wel een barrière. Wat er ten zuiden van is ten noorden. Ondanks dat het administratief dezelfde wijk is. Als jij er ten noorden van woont, dan voel jij je beter af dan in het zuiden bijvoorbeeld. Dan wil je niks mee te maken hebben. Dat zijn voor jou andere buurten. Hè? Dus die perceptie, dat beeld wat wij van die werkelijkheid hebben, ja, dat speelt ook op deze manier een rol. Dus deze mensen die, ja, en uiteindelijk alleen dat gearseerde gebied, dat is dan waar ze het een beetje over eens waren, zal ik maar zeggen. En daar verder omheen had iedereen toch zo'n beetje zijn eigen beeld. Goed, dan pakken we weer zo'n atlas erbij. In dit geval de Times World Atlas. En ja, hoe staan grenzen daar dan in? En wat voor soort grenzen zijn er dan allemaal? En nou ja, daar is een heleboel te doen dan. Laten we zeggen, er zijn natuurlijk internationale grenzen. Maar ja, sommige daar wordt over gestreden. Sommige die er is weer wat anders mee aan de hand. Sommige zijn bestandslijnen. Nou, kijken we hier even naar het Midden-Oosten. Daar hebben ze allemaal tegelijk zo'n beetje. Zones waar de VN zit, dit is dan misschien de grens van vroeger, dit is dan de grens, nee, dit stelde van vroeger zijn, deze van wat nu bezet wordt. Nou ja, enzovoort. Je kunt je voorstellen dat het best nog lastig is om dat te karteren. En er zijn ook allerlei, regels niet, maar verschillende, ik noem maar even atlasmakers, volgen verschillende politiek om die grenzen in beeld te brengen. Sommigen zeggen, oké, we geven de situatie weer zoals op de grond is. Nou, als ik even aan de Krim denk, betekent dat dus dat de Krim voor die mensen Russisch is. Want ja, die Russen zitten daar. Voor anderen die zeggen, nee, zoals we het afgesproken hebben, en zo blijft het. En als anderen het bezetten, ja, dat mag dan wel zo zijn, maar nee, op mijn kaart blijft het nog Oekraïne. Dus en je hebt ook allerlei tussenfases, dat er gewoon arseren en zeggen van, hey, er is wat aan de hand. Dus je hebt allerlei varianten op hoe je daarmee om kunt gaan. De Verenigde Naties, waar wij vrij veel mee samenwerken, die hebben een boek van 60 pagina's met beschrijving hoe met grenzen om te gaan. Laten we zeggen, ik heb ooit een keer in het kader van het presidentschap een tentoonstelling over kaarten georganiseerd in het hoofdkwartier van de VN. Op dag 1 had ik de Algerijnse ambassadeur in mijn nek. Want ik had de Sahara, de Wester-Sahara, die had ik bij Marokko op mijn kaartje ingekleurd. En dat kon niet, want dat erkende Algerije niet. Dat was van. En inderdaad, de regels van de VN zijn dat Spaanse, of de Sahara, de Wester-Sahara, dat is gewoon een apart gebied. En dat de Marokkanen dat al helemaal hebben ingepikt, nee, dat telt niet. De wet is zo. Goed, ik dacht, oké, pas mijn kaart aan. Hè. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd in Casablanca om daar een voordracht te houden voor de Marokkaanse cartografenvereniging. Ik daarheen met mijn kaart, waar al die leden op staan. En ik moest iets een kaartje aanleveren als bij de samenvatting die ze dan van tevoren publiceren. Dus ik stuur dat kaartje op waar onze leden wonen en ik had die grenzen van de Algerijn. Nee, dit kaartje nemen we niet op, kunnen we niet doen, de grenzen kloppen niet. Hupske. Nou, op een gegeven moment hadden we de Indiërs aan de lijn, want dan, ja, die waren het ook wel niet met onze kaart eens zoals onze website van de vereniging dat weergeeft. Dus je doet het nooit goed. Dus ik heb nu gewoon, afhankelijk waar ik heen ga, heb ik gewoon een stapel grenzen bij me. En dan, die gebruik ik dan. Je moet gewoon heel pragmatisch zijn, hoor. Dan blijf je met iedereen vriendje, zeg maar. Oké, hoe oud zijn grenzen? Dat is ook interessant. Waar is de oudste grens ter wereld die nu nog bestaat? En wat we hier zien, ja, is een kaart van Europa. En bijvoorbeeld de grens die bij de Aamsteen, nou, die is al vrij oud. Hè, dus de grens tussen Nederland en Duitsland daar, die ligt al vrij lang vast. Maar er zijn ook hele jonge grenzen bij, zoals je kunt zien. Hè. Hier gaan we. Ja, ik zie niet zo snel de jongste grens, maar ik kan me zo voorstellen daar in Rusland, in die contreien, dat daar wat is. Maar als je natuurlijk naar Afrika gaat, ja, dan is alles vrij nieuw. En dan, nou, dan zie je ook al die rechte lijnen lopen. Dat is natuurlijk allemaal door de koloniale machten verdeeld, zal ik maar zeggen. Dit is dan een grafiek van alle grenzen op de wereld. Hè, want iemand heeft dat, het is altijd leuk, hè? Iemand die zoekt altijd wel iets uit. Hè? Dus iemand die heeft al die grenzen stukjes bij elkaar gepakt en uitgezocht hoe oud is dat nu. En dat waren die vorige kaarten. Nou, dat groeperen ze dan samen en dan heb je dit mooie grafiekje. En dan vind ik het wel weer fascinerend dat dus zeg maar tussen 1725 en 1749 helemaal geen grenzen veranderd zijn.
Was het dan vrede? Vredesweek? Geen idee. Ik ben het niet gaan checken trouwens. Maar... En hier, ja, hier is natuurlijk heel veel gebeurd. Maar hier zie je dus de, zeg maar de definitieve kolonialisatie. Hè? Dus inderdaad, die grenzen trekken in Afrika. En dit is zeg maar na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat zijn de grote veranderingen geweest waar heel veel gebeurd is. Hier een paar Guinness-boekachtige grenzen. Hier zien we de oudste, Andorra. Andorra is 1278. De nieuwste is Zuid-Soedan, 2011. Ze zijn nog steeds een beetje aan het vechten hoor, maar dat is het idee. De langste tussen Canada en de Verenigde Staten. De kortste ergens in Marokko, want Marokko heeft dus wat van die Spaanse enclaves en die zijn op zich best wel groot, maar er zijn ook hele kleine stukjes. En daar is een grensstrookje van maar 80 meter. De kortste internationale grens. De hoogste, nou ja, is de Mount Everest, Nepal en China. En de diepste, dat is de Dode Zee gebied, Israël-Jordanië. Oké, die wijsheid die verzin ik niet zelf, die heb ik uit dit boek. Ook een atlas die ik natuurlijk in mijn bezit heb. Dat is een atlas van grenzen. En daar worden allerlei dingen over grenzen verteld. En dat is natuurlijk gewoon fascinerend. Want zoals ik al zei, er zijn websites over alles. En je vindt ontzettend veel informatie over die grenzen. Kun je gewoon, ja, en door de tijd heen heb ik zoveel kaarten gezien dat je dat allemaal gewoon, ja, dat verzamel je. Alhoewel sommige dingen die heb ik dan in mijn hoofd, die heb ik nu gezocht voor die presentatie, die kon ik niet meer vinden hoor. Dus. Oké, soms dan zijn grenzen bewust vaag. Als er een nieuwe weg gepland moet worden, dan gebruiken planners liefst een dikke stift. Zodat het niet helemaal duidelijk is dat het echt door jouw achtertuin komt. Want dan ga je opwinden, dan ga je protesteren, een beetje vaag. Dus je ziet hier ook allerlei corridors, zeg maar. En dan zie je brede banden omheen en pijlen en zo. En de symbolen zijn gigantisch groot, zodat ze een heel groot gebied bedekken. Zodat je niet in staat bent om nou precies te vinden waar iets is. En dat zie je hier ook, een beetje een leuk schetsmatige aanpak van hoe dat dan hier allemaal moet worden. En in Amsterdam hier, ook weer die corridors en zo. Dat je daar allemaal elke dag sneltrams en auto's en andere fietsers langs je krijgt, dat staat er niet bij. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Oké, hier moeten we even letten. Dit is een dynamische kaart. Dit zijn verschillende edities van Schiermonnikoog. Want Schiermonnikoog is Groningen aan het veroveren. Let op, de gele lijn is de grens tussen Groningen en Friesland. Kijk, hup, ho, ho, ho. En toen hebben ze de grens aangepast. Hè? Dat ziet u straks nog, want hij blijft zich wel herhalen. Wat gebeurde er? Die grens, Waddeneilanden die verplaatsen zich langzaam. Die storen zich dus niet aan die grens, die staatkundige grens, hoe die mens daar getekend is. Kom op zeg. Maar, dan krijg je weer het volgende probleem. Stel je voor, jij breekt je been op Schiermonnikoog in het Groningse gedeelte. Daar moet wel de ambulance uit Groningen komen en niet diegene die in het dorp verderop staat in Schiermonnikoog. Want die is bij Friesland, die is niet verantwoordelijk. Dus voor de veiligheidsregio en dat soort business hebben ze die provinciegrens daar verlegd. Maar inmiddels is die verlegging alweer te kort, want dat eiland loopt maar door. Dus ja, er zijn natuurlijk ook aan de andere kant dorpen verdwenen, hè, die daar in het jaar 1700 waren. Trouwens, als u dat interessant vindt, dan moet ik even hier spieken. Er is een website die heet Topo Tijdreis. En Topo Tijdreis is een website van het Nederlands Kadaster. Die hebben al hun kaarten van bijna 200 jaar geleden tot nu voor heel Nederland bij elkaar gebracht. En je kunt dus met een slider de jaartallen verplaatsen. En dan zie je dus de kaarten van jouw eigen omgeving, of van waar je ook in Nederland wilt zijn, kun je zien hoe het vroeger was. Dus je kunt op die manier helemaal terugreizen en gewoon uitvinden, oké, hoe zag mijn tuin er vroeger uit? Oké, tuin is een beetje erg detail, maar je kunt je eigen huis wel zien. Dus topo tijdreis. Dus als u dit weekend, als het echt hard regent, dan zit u allemaal hier. Oké, nu gaan we, en dat is dan het laatste deel van de dingen, gaan we nog even wat conflicten aan. Want ja, er zijn nogal wat claims. En dit is op dit moment denk ik een van de meest actuele problemen in de wereld. Dat de Chinezen zijn erg expansief. En die beweren dus dat die hele Zuid-Chinese zee bij hun behoort. Hè? Dus deze, dat zeggen ja, dat is China. Nou, als je gewoon naar die kaart kijkt en je kijkt naar die kleurtjes van die verschillende landen en je zou het eerlijk moeten verdelen, dan is dat niet de verdeling. Hè?
Maar goed, de Chinezen die hebben een kaart uit 15 zoveel bedacht, waarop stond dat de Chinees iets bezit en daaruit claimen ze dat dat zo is. Maar ja, dan komen ze ook in problemen met Nederland, want in 16 zoveel zaten wij hier met allerlei forten op Taiwan. En dus ja, dat is van ons, moeten we terug. Dat is eigenlijk de redenatie. Hè? Dus eigenlijk is er altijd wel een moment in de geschiedenis die voordelig is voor jou en die jou gelijk geeft. Ja, en zo worden al die conflicten dan uitgevochten. En als het dan, kijk, de Chinezen die gaan niet naar het International Court of Justice. Ze zeggen gewoon, dat is van ons, punt. We bouwen daar gewoon een nieuw eiland, we zetten daar militairen neer. Dat doen we. Dat court, dat doet ze best, maar wij doen dit. Andere landen die proberen het nog wel een beetje het uit te praten, zal ik maar zeggen. En dat is heel grappig. Ik was vorige week was ik in China. En toen heb ik even iets uit de krant geknipt. Want sommige landen, die als die een kaart publiceren, dan moeten ze de officiële grens weergeven. Dus ik zat in de Global Times te bladeren. En ja, dan kom je een weerkaartje tegen. En wat zie ik? Hier hebben ze een heel klein hoekje waarin ze dus verplicht zijn, de Chinezen, om die Zuid-Chinese Zee als hun gebied er weer. Er kan geen kaart van China de deur uit waar die claim niet wordt geclaimd, zal ik maar zeggen. Dus en ook in India bijvoorbeeld, als je in India officieel een kaart publiceert, dan moet dat langs de censor, die gaat kijken of de grenzen wel de grenzen zijn die de staat vindt dat India begrenst. Dus dit vind je, nou ja, dat ik vond dat op zo'n weerkaartje wat gewoon gaat van nou, hè, moet ik morgen een paraplu meenemen? Nou, daar kom ik helemaal niet hoor, maar ja, ik moest er wel naar kijken. Het past perfect in dit verhaal. De Noordpool, dat is denk ik het volgende conflictgebied. Hè? Daar gebeurt nu ook van alles. Het ijs smelt en daar zijn ze ook bezig met allerlei claims. En ja, hoe gaat dat? En er zijn natuurlijk wel allerlei regeltjes. Van 12 kilometer territoriaal, 200 meter economische of 200 kilometer economische zones. En je kunt dat allemaal netjes doortrekken en dan kom je wel op een verdeling uit. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk allemaal niet mee eens, want er zit olie en dat wil ik hebben. Dus ja, zo gaat dat daar. Dan is er ook nog een gebied in de wereld dat door niemand wordt geclaimd. Dat is echt fascinerend. Het is, laten we zeggen, Egypte en Soedan, de grens loopt eigenlijk gewoon rechtdoor. Maar formeel loopt de grens met een paar bobbeltjes. Dus deze hierboven. En ja, dit wordt door Soedan geclaimd, maar de Egyptenaren willen het ook hebben. En dit stukje willen ze geen van beiden hebben. Dat is heel wonderlijk. Wat gebeurde er? Er waren natuurlijk een paar avonturiers, daar zie iedereen. Die ging dat, zijn eigen staat inrichten. Maar toen waren de Soedanezen en Egyptenaren het opeens eens. En die haalden, dat kon natuurlijk niet, hè. Hupsakee, weg die man. Dus die werd afgevoerd, want dat kan niet. Maar er zijn dus verschillende mensen, die hebben daar zelfs paspoorten voor uitgegeven. Voor, dit is mijn staat en nu kunnen een paspoort krijgen van dit land, dat is mijn land. Ze gingen gewoon landje spelen. Dus ja, grenzen zijn ook wel weer heel grappig, zal ik maar zeggen. Dan het grensconflict tussen Nederland en Duitsland. Is u dat bekend? He, dus we hebben nog steeds, nou, we staan niet op voet van oorlog. We hebben een verdrag gesloten met de Duitsers dat we het eens zijn, dat we het niet eens zijn. Daar komt het op neer. En goed, dus hier is eigenlijk het probleem. Of ja, ik vind het eigenlijk geen probleem, want Nederland heeft gewoon gelijk, maar ze hebben gewoon, hier loopt dus de grens van, hè, dan hier zeggen de Duitsers, nee wacht even, het gaat hier, dan gaan we meteen langs de kust. Dus dat zegt Duitsland. Nederland zegt, nee, laten we het nou netjes doen. Ik weet niet of het echt netjes is hoor, maar we doen het in het midden. Maar de grote, ik denk dat ze het hier op zich wel over eens worden, maar de echte winst is te behalen hoe die lijn verder loopt, de Noordzee op. Want de Noordzee is keurig verdeeld en daar zit olie en gas. Dus als die Duitse lijn een beetje meer zo loopt, of meer zo loopt, wat Nederlanders willen, dan dit hele gebied in het midden, daar gaat het eigenlijk om. Het gaat helemaal niet om dit. Nou, oké. Nette landen, afspraken gemaakt, zijn het niet eens, maar we houden het voorlopig even zo. En dus er is een lijn, die is afgesproken dat dat de grens is. Maar het is niet de erkende grens. En dan wordt het leuk. Want Google die maakt af en toe fouten. En dit is een fantastische fout. Hier zien we dus weer die dollar. En de grens in Google die loopt hier zo. Kijk, dat kan het helemaal eens zijn. Hè? Dus we liepen hier eerst binnendoor. Nee, we pikken het precies langs hier. Kijk. Oké, hier geven ze een klein stukje zee. Hup. En we gaan heel die haven van Emden, die pakken we gewoon mee. En dan gaan we verder. Gewoon Nederlands. Helemaal eens met Google.
Dit is een paar dagen dan op het internet geweest. En dan is het weer weg. Hè, want dan heeft iemand het gezien, dan worden Duitsers boos. En ik ben altijd weer zo gefascineerd. Dit ziet dan iemand. Hè, en die maakt gauw een screendump en die save dat. En dan staat het ergens in een of andere blok over kaarten. Want er zijn natuurlijk genoeg bloks over gekke kaarten. Ja, en daar kijk ik natuurlijk ook op. Ik ben ook gek. En dan pak je gewoon, ja, op die manier verzamel je dit soort rare voorbeelden. Dit is echt, ik vind dat fantastisch. Oké, bij Defensie zijn ze wat serieuzer. De Nederlandse Hydrografische Dienst die heeft keurig alle zeegrenzen vastgelegd voor Nederland. En hier worden dat hele verdrag, alle mogelijke opties in dat verdrag, die worden hier keurig netjes aangeduid. Nou, ik weet niet eens wat dat allemaal betekent, maar er zijn ontzettend veel verschillende manieren om daar tegenaan te kijken. En dat hebben ze ook wel in. Ja, dit is dan de Nederlandse versie. Ik heb niet op de Duitse website gekeken hoe die kaart eruit zag. Dat was eigenlijk misschien wel interessant geweest. Die kon er wel eens anders uitzien. Want op zee, daar zijn ook grenzen. En goed, we hebben. Ja, alleen al als je naar het strand gaat, dan heb je hoogwater en laagwater. Dus hoe groot is Nederland? Waar is de grens van Nederland? Hè? Als dat de kustlijn is, ja, die verplaatst zich om de 6 uur of zo, zou ik maar zeggen. Ja, het is niet precies 6 uur, maar hè, regelmatig. Dus ja, dan heb je grenzen. Van die 12 kilometer, je hebt, nou ja, oké, weer zo'n hele batterij van verschillende grenzen. En dan zijn er nog weer allerlei lijnen volgens allerlei, hè, hier zelfs een lijn uit de aanvullende overeenkomsten 1962 van het Eems-Dollard-verdrag. Dus er zijn ook weer tussentijds allerlei onderhandelingen geweest, laten we het nou zo doen of zo, nou oké, vooruit, en dan komt weer zo'n nieuwe grens. Oké, een klein filmpje. Dit is een film van Google, en we gaan even naar India en China. En dan de problemen die Google heeft om hier iets mee te doen. Want, moet je voorstellen, er komt nu een grafiek in beeld en die geeft aan het percentage potentiële klanten. Dus het aantal percentage van de wereldbevolking. Dat gaat heel vlug. En hier zie je dus zeg maar een gebied, ik zal het straks nog wel een keer afspelen. Dit gebied hier, dat is betwist. Dit is de Chinese versie. Dit is het betwiste gebied, wat op dit moment trouwens door India wordt bezet. Zo ziet de grens er nu. Ja, en dit is weer het betwiste gebied. Dit is wat wij zien op Google. Als je morgen vanavond inlogt, dan zie je wat 2 gestreepte lijntjes. Als je inlogt bij googlemaps.cn, met IN, India, het gaat zo snel, dan zie je de bovenste grens en die andere zag je de onderste grens. En hier zie je dus die 2 verschillen. En het verhaal gaat dat Google, die probeert natuurlijk met iedereen vriendjes te blijven. En als je in China inlogt op Google, wat trouwens gecensureerd wordt, dat lukt op dit moment niet meer. Dan zie je dus het beeld aan die kant. En in India zie je dus de andere kant. Maar ze hebben per ongeluk een keer dat omgewisseld. Dus toen zagen de Chinezen het Indische wereldbeeld en omgekeerd. En ja, dat heeft best wat rumoer losgebracht. Want heel veel Indiërs en Chinezen die wisten helemaal niet dat er een ander beeld was dan dat van hun. Ja, want ja, dat is gewoon, dat wordt je zo ingestampt, zal ik maar zeggen. Dat weet je niet beter. Ik zal nog even een keer afspelen en hier en daar wat stilzetten. Oké, dit was het idee van, ja, als je gaat kijken van, waar is mijn geld te verdienen? Als je naar het aantal mensen kijkt, ja, dan is die 20% van de bevolking is dan wereldwijd Chinees. Dus als je die niet in je markt hebt, dan ben je een groot deel kwijt. Dus je wil best wel vriendjes blijven met de Chinezen. Oké, Google is nu geen vriendje, want ze mogen daar niet opereren en zo. India nog wel. Nou, dit is dan dat betwiste gebied, wat nu door India bezet is. Ik had ook Kashmir kunnen nemen, hè, waar onlangs weer allerlei toestanden is. Even kijken. Dit is dan de situatie op de grond. Oké, dit is hoe de Chinezen het graag zouden zien. Nou ja, dit is dan een neutrale versie. Van je zegt van oké, jongens, het is van niemand of het is van allebei. Zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Oké, hier nog een keer allebei. Dit is dan de Google-versie zoals wij hem in Nederland zien. Beide lijntjes staan erop. Dit is de versie die de Chinezen zien. Dit is de versie die de Indiërs zien. Nee, dat is een woest gebied. De Indiërs hebben het bezet met hun leger. Dus die grens is inderdaad nu de grens zoals de Indiërs hem bewaken, zeg maar. Nou goed, dit is beide weer even. Oké, dan. Goed. Dan zijn er ook wel oorlogjes gevoerd om Google. Want Google die had ook een keer de grens verkeerd gelegd aan
aan deze kant tussen Nicaragua en Costa Rica. En toen zagen die Nicaraanse generaals, die zagen opeens op Google Maps, hé, dat is ook, hoort ook bij ons. Hup, we gaan erheen. En het leger dat viel binnen. Maar ja, dat was een foutje in Google. Want Bing Maps en andere kaarten, die gaven toch echt de grens anders aan. Dus uiteindelijk is die oorlog niet helemaal uit de hand gelopen. Maar, en ze zijn weer teruggegaan. Maar zo gaat dat dus. Ja, dan, andere hobby van mij is ook het sparen van postzegels. Met kaarten erop natuurlijk, want ja, iets zonder kaart. Hè. En daar worden ook al die conflicten uitgevochten. Ja, dus hier heb je de Republiek op Abchazië. Iemand bekend met Abchazië? Ja, dus dat is Georgië, alleen de Russen die hebben dat ingepikt en die hebben daar een marionettenregering neergezet. En weet je wat, we geven ook eigen postzegels uit, dan zijn we echt. Zo gaat dat gewoon. De Krim, de Russen hebben dat gewoon ingepikt. En ja, die geven dan weer een postzegel uit om even te bevestigen van, nou jongens, dat is van ons. Ja, dan hier is ook weer een hele, dit is Bolivia. Hè. Bolivia die claimt ook stukken van Chili. Vroeger hadden ze ook een uitgang naar de zee, maar tegenwoordig niet meer. En die geven dus ook allerlei postzegels. Dit is een wat oudere zegel. Daar hebben ze het land getekend zoals het toen was. Dit is dan eigenlijk nu. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, nee wacht even, dit is hoe Bolivia moet zijn. Hè? Dus die zeggen gewoon, ja dat stuk van Chili, dat is van ons. 2012, hè. Dus dat, ja, er zijn best wel wat hotspots in de wereld waar de vulkaan nog redelijk rustig is, zou ik maar zeggen. Maar waar zomaar wat zou kunnen gebeuren. Claims, Antarctica, hier is het druk. Drie landen claimen hetzelfde stuk. Argentijnen, Chilenen en de Engelsen. En ja, we doen maar weer wat postzegels, want ja, dan is het nog een beetje... Hè. Dit is ook een hele mooie. Dit is rond Suriname. Venezuela claimt de helft van Guyana. Guyana claimt deze punt hier van Suriname. Suriname claimt die punt ook. En hier claimen ze ook nog wat van Frans-Guyana. Dus ja, dat, via de postzegel kun je dat een beetje uitvechten. Maar de mooiste vind ik eigenlijk, ja, schandalig, maar de mooiste vind ik deze. Want Suriname die claimt dus altijd deze punten hier. Hè, deze hier en een beetje hier. Maar ooit, en dat toch wel bij hun 50-jarige onafhankelijkheid, zijn ze vergeten die punten. Dus de artiest of de ontwerper van die postzegel, die... Ja, dat was waarschijnlijk die dag van, even kijken, ik moet een kaartje doen. Oh, ik pak even een atlas erbij. Oh, dat teken ik over. Ik zet het op een postzegel, het wordt gedrukt en daar is mijn postzegel. En die heeft helemaal niet nagedacht dat Suriname ja, die gebieden gewoon claimt. En hier geven ze eigenlijk toe dat ze het niet claimen. Dus jeetje, foutje. Oké, hier zie je dan een stukje dynamiek. Hier zien we de grensverandering in Midden-Europa. Daarboven zit een tellertje, we zijn nu in 1815... En dan zie je zeg maar de veranderingen in Europa tot de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk het leuke van de huidige online cartography. Dan kun je al dit soort mooie animaties maken. Oké, hier stopt het. 39. Ja, dan sommige van die grenzen die hebben gewoon een enorme blijvende invloed gehad. Op een gegeven moment... In de Engelse koloniën moesten Mason en Dixon, dat waren twee landmeters, die moesten de grens tussen Maryland en Pennsylvania gaan opmeten. En dat is deze mooie rechte lijn daar. Er is een boek over geschreven. Er is ook een lied over gezongen door Knopfler van Pink Floyd. Een van die zangers die even de Mason-Dixon-lijn een lied over maakt. Die vertelt dat verhaal van die landmeters. Maar die lijn is op een gegeven moment de basis geworden in de oorlog, burgeroorlog, tussen staten ten zuiden van die lijn met slavernij en ten noorden zonder slavernij. Soms krijgt een grens opeens een enorme lading van hoe dat in de geschiedenis dan verder gaat en wat er gebeurt met landen aan de ene kant en landen aan de andere kant van zo'n grens. Oké, dan, ja, misschien... Ik loop iets uit, meneer de voorzitter. Het spijt me, maar we gaan nog even naar een andere interessante grens. Die kent u ook allemaal wel, Baarle-Hertog-Baarle-Nassau. Ja, dat is... Want dat is ook heel wonderlijk natuurlijk, dat er gewoon een stukje België in Nederland is. Nou, zoals u weet, 1830 zeggen de Belgen, we werden onafhankelijk. In onze geschiedenisboekje staat 1839, dus 9 jaar verschil, want we waren het niet helemaal eens. En in die tijd hebben ze die grens vastgelegd. En op een of andere manier
zijn ze dit vergeten recht te trekken, zal ik maar zeggen. Waardoor je deze situatie hebt. En het mooie is natuurlijk dat je, ja, die grens die loopt hier. En in de tijd van smokkel, toen Nederland en België nog niet open waren, had je dus voordeuren in Nederland en achterdeuren van hetzelfde huis in België. Nou ja, de boot die kwam door de voordeur naar binnen en onderweg werd die Belgisch en die ging door de achterdeur naar buiten. En op de terugweg nam hij sigaretten mee en dan ging dat op die manier. En dat was allemaal legaal. En zo werd daar, ja, legaal gesmokkeld. Nu is het gewoon een toeristische zaak, maar wat heel leuk is, als je weer naar die kaarten gaat kijken, dan bijvoorbeeld deze, even kijken hoor, is mijn puntje hier. Dit perceel, of dit perceel hier, een klein perceeltje is Belgisch. En ja, dan maak je een foto van het terrein en dan is dus dit is België. En bijvoorbeeld waar deze twee percelen elkaar raken, het is dit punt in het terrein. Zo, dat is België en dit is België en dat is Nederland. Ja, dat is natuurlijk heel, heel interessant. Nou, dan denk je dat Nederland en België het bond maken, maar in Bangladesh en India, daar had je dus enclaves. En in die enclaves was weer een enclave en daar was nog weer een enclave in. Dat hebben ze onlangs opgelost, ze hebben ook weer wat geruild en nu is er een rechte grens. Maar in de tijd had je dus heel veel verschillende dingen. En voor ons vakgebied trouwens is dat, ook Baarle-Hertog-Baarle, is dat weer heel interessant. Want goed, wij maken nu die landen met de computer. En dan heb je dus die omtrek. En als er dan een gat in zit, je wilt het kleuren, dan moet je dat gat niet kleuren. Maar als er dan weer in dat gat weer een ander kleurtje zit, hoe weet die computer dan dat hoort bij dat grotere gebied? Dus het probleem van de topologie is dat. En daar met grenzen is dat een heel mooi voorbeeld om te kijken of je algoritmes dat kunnen. En dan gebruiken ze dit soort stukken land voor. Oké, soms dan worden er geen grenzen getekend. En dat doen ze dan omdat je vriendje wil blijven met iedereen. Dus als jij in een vliegtuig zit en een luchtvaartmaatschappij, en die hebben dan vaak van dit soort kaartjes in de stoelzak zitten in een gids. Tegenwoordig staan de grenzen er vaak wel op, omdat het allemaal geautomatiseerd wordt gemaakt en dan nemen ze die moeite niet meer. Maar ja, dan lieten ze de grenzen weg, want dan, ja, je vloog toch van A naar B en dan had je geen conflicten in het vliegtuig. Wel zo rustig. Hier zie je wat voorbeelden van Zuid-Amerika, vanaf Taiwan. En dit zijn de Portugezen, die hebben bedacht, we doen helemaal geen landen. We doen gewoon alleen maar punten. Ja, dan moet je toch wel wat fantasie hebben om te weten hoe de wereld in elkaar zit, zeg maar. Oké, misschien een paar grenzen waar u het bestaan niet van wist. Misschien ook wel hoor, misschien onderschat ik u. Maar dit gebeurt allemaal weer in Limburg en België. De zelfkant. Van gehoord? Dus laten we zeggen, na de oorlog werd Nederland gecompenseerd door allerlei verliezen en we kregen er stukjes land bij. Hè? Elten, hè, bij Groesbeek. Zelfkant, dat is zeg maar dit stukje hier. En dat was dus Nederlands van 49 tot 63. Want in 63 dachten we, ja, wat moeten we eigenlijk met het Duitse land? Laat me gewoon teruggeven. Maar het grappige was dat de weg, de provinciale weg, die hier was aangelegd, die bleef Nederlands. Die bleef Nederlands tot 2002. En toen hebben we die weg ook maar teruggegeven. Waarschijnlijk werd het onderhoud te duur. En zo, oké, langs de taalgrenzen allerlei dingen veranderen, maar in België, of eigenlijk in Duitsland moet ik zeggen, er loopt dus een Belgische spoorlijn, die loopt door Duitsland heen. En dat is Belgisch grondgebied, dus alleen de spoorbaan is Belgisch. Vroeger had je dat Eupen Malmedie, dat was dan Duits. En dan, na de Eerste Wereldoorlog kwam dat natuurlijk bij België terug. In de jaren 1920. Nou, dat is zo gebleven. En wist u dat het drielandenpunt ooit een vierlandenpunt was? Ja, ik zie een gemiddeld ouder publiek, dus jullie moeten dat allemaal weten. Maar dat is natuurlijk leuk, hè, om te weten dat heel veel mensen weten dat niet. En hier zie je dus een kaart van het land Morisnet. En eigenlijk was dat gewoon weer een stukje. Er zat een mijn. En ja, niemand die wil gunnen het aan de ander. En toen bleef het maar op zich. Heeft ook eigen postzegels uitgegeven trouwens, Morisnet. Niet met landkaartjes erop, vrees ik. Maar hier, dit is drielandenpunt, of vierlandenpunt toen. Ja, dus dat is hier, hier zie je het ook. Dus dit is nog zeg maar de grens van voor de Eerste Wereldoorlog. En ja, dit is dan hoe Morisnet erbij lag. Hier nog even. De Bosatlas is natuurlijk ook een mooie bron voor dit. Hier zien we de Bosatlas uit verschillende jaren. En ik moet even dichterbij staan. 39, 59 en 67. En dan zie je dus dat gebied van de zelfkant, ook, ja, op een gegeven moment door de Bosatlas, van ja, dat is Nederland, dus dat kleuren we gewoon keurig in.
Maar later, nou, toen ik weer teruggeef, dan geef ik het maar weer terug. Dus op die manier kun je ook mooi die borstlast gebruiken als je er meerdere hebt. Van oké, wat is er allemaal gebeurd? Na die oorlog was Nederland iets ambitieuzer in zijn plannen als het ging om de vergoeding die wij wilden hebben van de Duitsers. Hier zie je allerlei plannen van het nieuwe land. Ik heb hier een heel kleintje, die leest u misschien niet, maar hier staat van Duits grondgebied zonder Duitsers. Er is één collega, een Duitse collega van mij zit daar, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar het gaat gewoon over kaarten. En ja, daar hadden ze dus allerlei plannen van. Nou, laten we eens even plannen. Dit hoort. Uiteindelijk is het helemaal niet doorgegaan. En ik denk dat het goed is ook. Maar ja, zelfs hier langs de grens. We hadden ook Elten en bij de zelfkant. Maar ook hier bij de grens bij Lutterzand en zo. Daar waren ook verschillende percelen. Er waren maar perceeltjes. Die dan aan Nederland waren gegeven. En ook later weer zijn teruggegeven. Goed, ik ben nagenoeg aan het eind. Wilt u nou meer weten over grenzen? Maar dan met name dan van Nederland. Dan zijn er, nou, er is een klassieker. Die is uit 1949. Die is als pdf ergens op het internet wel te vinden. Die ook de geschiedenis van de Nederlandse grenzen beschrijft. En onlangs verscheen er een boek. Ook met allerlei ja, wetenswaardigheden van de grens tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België. Dus dat is misschien nog eens interessant om te bekijken. Er is ook onlangs een atlas uitgegeven, die gaat allemaal alleen maar over nou ja, die gekleurde landjes, zal ik maar zeggen. Alle provincies, alle landen, betwiste gebieden. En nou ja, dat is gewoon ook een leuke atlas, zal ik maar zeggen. Als je het in kaartvorm het verhaal wil bekijken, alleen ja, dan moet je het zelf een beetje uitzoeken. En dan wil ik eindigen met mijn gekleurde landjes. Dus ja, tegenwoordig gebeurt dat online. Je kunt gewoon atlassen kopen die op een 3D-bol en... Ja, dan kun je gewoon je reis over de wereld maken langs al de gekleurde landjes. En op die manier je allerlei vragen stellen van wat gebeurt daar nou weer en waarom is dit daar en hoe zit dat. En nou ja, we gaan geloof ik even naar Zuid-Afrika en ik denk dat dan mijn verhaal ongeveer af is. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Menno-Jan, heel hartelijk dank voor dit fascinerende, grensoverschrijdende verhaal, mogen we wel zeggen. Enorm veel soorten grenzen gezien. Fascinerend. We hebben nog ook een grens in de tijd, die ligt op 9 uur. Die moeten we wel een beetje respecteren. Maar er is nog genoeg gelegenheid voor allerhande vragen. Dus als u een vraag hebt, zegt u maar. Ja. Hoe zit het met de Zuid-Chinese Zee? Nou, die heb ik laten zien. Ik heb er wel iets over gezegd. Ja? Ik heb wel gezegd dat de Chinezen daar eilandjes aan het bouwen waren en daar militairen hebben neergezet. Dus, precies. Ja, ook de vraag was over de Zuid-Chinese Zee. Of daar, die meneer had gemist, dat de Chinezen daar hun eigen eilanden bouwen. Op koraalriffen. En op die manier zeg maar de claims kracht bij te zetten. En dat is inderdaad zo, ja. Dat doen ze. Mm-hmm. De Westoever, de settlements op de Westoever. Hoe zit het daarmee? Ja, oké. Okay. Ik heb iets laten zien vanuit de Times Atlas van het gebied, zeg maar, de Golanhoogte. Maar goed, als ik de atlas een ander stukje gescand had, dan hadden we daar ook de grenzen gezien. En dan is het weer de vraag van, ja, welke grens... Hè? Nou, over het algemeen wordt de grens van 67 gewoon nog aangehouden. En Netanyahu die is net in het nieuws geweest, ook weer als... onderdeel van zijn verkiezingscampagne, dat hij kaarten liet zien op het nieuws van welke stukken van de Palestijnse gebieden hij allemaal wil gaan inlijven. Ja, dat is ook een situatie. En die grens, daar heb je natuurlijk ook een hele muur gebouwd die op hele wilde manieren rondloopt. En een ander voorbeeld van die rare grenzen, wat ik ook bijvoorbeeld niet behandeld heb, is in Amerika heb je al die verkiezingen, de districten hè, voor de verkiezingen. En daar manipuleren ze ook heel erg... de grenzen van om er zoveel mogelijk gelijkgezinde stemmers bij elkaar te krijgen en te zorgen dat jouw tegenstander zoveel mogelijk verdeeld is over die gebieden. Dat noemen ze gerrymandering. En ook daar, degene die gewonnen heeft, mag de verkiezingen de grenzen bepalen voor de volgende ronde. En op dit moment zijn de Republikeinen dus druk bezig. Ja, en ik moet bekennen, onze tools die wij gebruiken, geografische informatiesystemen, die zijn uitermate geschikt
om dit soort smerige klusjes uit te voeren. Als er een overeenkomst is tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland over een grens, waar is die dan te traceren? Kan ik naar de Koninklijke Bibliotheek gaan om hem daar te lezen? Kan ik daar ook dan de betreffende kaarten in zien van de grens die getrokken is? Of waar is hij te vinden eigenlijk? Ja, is er, is een soort de formele vastlegging van onze grenzen. Kadaster voor het land eigenlijk. De kadaster heeft zeg maar alle... Ik weet niet hoe toegankelijk... Kijk, die kaarten die ik liet zien zijn gewoon helemaal toegankelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld die zee, dat zeeverdrag met de Eems-Dollard. Het ministerie van Defensie, waar ik deze plaatjes van af heb gehaald. Daar staan die kaarten op. Daar staan de teksten van de verdragen. Dat is allemaal toegankelijk. En de exacte locatie... Dit was het meest gedetailleerde wat ik nu vond. Ik heb ook niet echt gezocht om te kijken of ik op de meter nauwkeurig in de Eems... Want dan heb je gewoon een blauwe kaart met een streep erop. Hè, dus die heb ik niet nagezocht. Dat zal ongetwijfeld er zijn. Maar wat ze waarschijnlijk hebben gedaan, is ze hebben de coördinaten vastgelegd. Dus er is een bestand waarin gewoon in lengte, breedtegraad of in X en Y, welk systeem ze ook gebruiken, keurig netjes vastgelegd waar... punten zijn langs die lijn waar de grens ligt, zeg maar. Al even de vraag, hoor. Dus het gaat erom over... waar ik de grens kan zien tussen Nederland en Duitsland, zoals bijvoorbeeld tussen de Aamsveen, bij de Aamsveen, waar kan ik dat zien? Mm-hmm. Nou, de topografische kaarten van Nederland, die geven die grens weer. Maar dat is detailniveau, gaat ongeveer tot 1 op 10.000. Dus dan, ja, wat ik liet zien, was dat ongeveer. Dus dan kun je echt individuele grenspalen zien. En ja, je kunt zien dat het er 100 meter verder staat, 300 meter verder staat, afhankelijk van hoe het kronkelt. Dus die kaarten zijn vrij beschikbaar. Kunt u gewoon op het internet raadplegen en downloaden, printen, mee op pad gaan. Dat is allemaal bekend. En ook de coördinaten van de grenspalen, die zijn ook bekend. Daar zijn bestanden van. En ja, als ik nu zou gaan zoeken op het internet, zou ik het waarschijnlijk niet 1, 2, 3 vinden. Maar ik weet dat het kadaster op een gegeven moment heeft geprobeerd om die grenspalen, die moeten ze dus elke 3 jaar controleren, om daar ons bij te betrekken, zal ik maar zeggen. En die hebben dus die coördinaten beschikbaar gemaakt en gevraagd van, hey, ga daar nou eens naartoe en maak een foto van die steen en upload hem in de app. En dan is dat het bewijs dat die op die plek nog staat. En dan hoeven we niet overal langs. En dus het wordt steeds luier. Dus op die manier hebben ze dat geprobeerd te doen. Er zijn, we hebben natuurlijk hobbyisten op alle gebied, maar er zijn ook grenssteenjagers, noem ze even zo. En die mensen die hebben als hobby om inderdaad langs al die grensstenen te gaan. Dat is ontzettend leuk, want ook bij de Aamsteen heb ik dat ook wel eens gedaan. En je komt niet overal bij, je moet soms een beetje privé trainen op, enzovoort. Apart verhaal. Honden en, jij bent ook zo'n grenssteenjager. Nou ja, hier in de buurt wil ik het dan wel weten natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik loop niet helemaal naar Groningen. Maar je hebt dus inderdaad mensen die gaan van Maastricht naar Groningen en die willen elke paal hebben. Mm. En... dat is best leuk. Ik bedoel, sommige mensen vinden dat vind ik prettig gestoord. Hè? Dat ben ik ook, dus daar heb ik geen enkel probleem mee. Wat was ik eigenlijk aan het vertellen? Dus waar die dingen te vinden, ja, die zijn gewoon dus op te vinden. Die bestanden zijn er, ik weet weer wat ik wilde vertellen. Maar die grenspalenjagers, die waren helemaal niet geïnteresseerd om te helpen. Die vonden het wel prettig dat ze het bestand hebben, want dan wisten ze in ieder geval zeker makkelijker waar ze heen moesten. Dan hoeven ze minder goed te zoeken. Dus die wilden helemaal niet, die waren niet geïnteresseerd in de doelstelling van het kadaster van staat niet op de plek. Nee, die hadden gewoon extra hulpmiddelen. Ze maakten hun leven makkelijker en de rest waren ze niet geïnteresseerd in mee te doen. Dus dat project is een beetje mislukt. Maar ja, die gegevens zijn allemaal beschikbaar. Ja. Alleen ik kan u niet direct wijzen naar waar. Maar als u naar het kadaster, de website gaat of vraagt, dan kunt u daar aankomen. Ja. Oké, dank je. De vraag gaat over het hele kleine stukje tussen Egypte en Soedan. Ja, dat was door niemand geclaimd. En er was nog een ander gebied. Nee, dat klopt. Mary Birdland, is dat door niemand geclaimd? Dan moeten we even naar de Zuidpool kijken. Mm-hmm. De Zuidpool wordt inderdaad door diverse landen geclaimd, maar er is afgesproken over de Zuidpool in een verdrag in 1958 dat niemand eigenaar kan worden van de Zuidpool. En iedereen kan een basis voor wetenschappelijk onderzoek inrichten op elke plek op de Zuidpool. Mm-hmm. Dat die landen het claimen, ja, dat doen ze, maar er is dus afgesproken dat eigenlijk niet is. Maar inderdaad, er zijn stukken waar dat niet is. En dat komt omdat de claims zijn gebaseerd op van, nou ja, ik neem even Australië. Van Australië ga je naar Antarctica toe. En dan kom je ergens op de kustlijn van Antarctica uit, aan beide kanten van Australië, zou ik maar zeggen. En dan ga je naar de punt. Dus dan krijg je al die taartpunten. Hè. Dat zag je bij Chili en bij Argentinië. Dus eigenlijk gebaseerd op een eigen grens. Maar het stuk gebied waar u over praat, daar zijn geen landen boven.
Dus daarom heeft ook niemand dat geclaimd. Maar er zijn wel onderzoeksbasis op allerlei plekken, zal ik maar zeggen. Ja, nee, zo zit dat daar. Ja. Ik was benieuwd, al die strakke grenzen die zeg maar getrokken zijn in Afrika. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat er daar door complete volken, eigenlijk dat er midden door zo'n volk een lijn is getrokken. Worden er wel eens pogingen gedaan, politiek of in onderzoek, om te kijken van kunnen we die, zeg maar, die grenzen nog een beetje aanpassen? Zodat het daar, want het is volgens mij nog steeds gedoe bij sommige volken, dat ze zoiets hebben van laten we nou toch eens nu we misschien wat wijzer zijn dan toen met die koloniale ideeën, dat we kijken of we die grens weer een beetje met die mensen samen, wat u eigenlijk zei, kunnen. Ja. Nee, dus van kunnen we niet die fout die toen gemaakt is, zal ik maar zeggen, door die rechte grenzen, kunnen we dat niet herstellen en aanpassen aan hoe het zou moeten? Nou ja, dat hoe het zou moeten, dat is al probleem 1. Want je hebt daar, laten we zeggen, aan de aard van de volkeren die daar wonen, heb je al, laten we zeggen, net als vroeger, je hebt de jagers en je hebt de boeren en dat beweegt en dat gaat al door elkaar heen. Dus dat is al een conflict dat altijd zal blijven bestaan. Hè. Pas iedereen zich settelt, dan lost zich dat misschien op. Maar met de huidige grenzen, er zijn nu huidige machthebbers. En als je in Afrika kijkt, die machthebbers die gaan pas weg in een kist. Ja, die worden niet weggestemd, die gaan dood of die worden doodgeschoten of zo. Dus die mensen die willen hun land, dat is hun macht, daar worden ze rijk van. Dus die zijn helemaal niet geïnteresseerd om dat probleem op te lossen. Maar het is inderdaad zo dat heel veel volkeren gewoon doormidden geknipt zijn door zo'n lijn op een kaart die ooit in Europa is getrokken. Maar dat los je dus heel rationeel, dat we dat zouden willen, maar dat gaat nooit gebeuren. Omdat, en wat je wel vaak ziet, is dat dan landen proberen te fuseren en samen te gaan. Ja, dan zijn die twee leiders even vriendjes, maar een week later dan is dat, ik heb het nog nooit, ik bedoel, Egypte is een voorbeeld. Volgens mij is dat gefuseerd geweest met Libië. Het is gefuseerd geweest met Syrië, het is gefuseerd geweest met Soedan en het is allemaal mislukt. Dus ja. Nou. Een beetje somber. Ik ben daar, wel somber, zeg maar. Somber antwoord, maar goed. We gaan Nassau en de Baarle-Hertog zien. Ja. En daarvoor had u een voorbeeld aan de Maas, dat we aan ruilverkaveling hebben gedaan, zou ik maar zeggen. Ja. Waarom doen we dat in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eigenlijk niet? Ja, maar daar is niks te ruilen. De Belgen verliezen. Ja, maar laten we zeggen, het België ligt in Nederland. Kijk, bij de grens bij de Maas was een stukje door die rivier. Wat je echt kon ruilen, één was een beetje aan die kant terechtgekomen, de andere aan de andere kant. Nou ja, dan ruil je allebei en dan is de lijn weer recht. Maar de lijn is al recht in Brabant en de provincie Antwerpen daar. Maar ja, er ligt een stukje van België in Nederland. Dus dat betekent als je dat. Nou ja, wij is het niet dat een, stukje, hebben, een stukje Nederland dat we dan terug kunnen geven waar we niet zoveel. Of wordt dat ook weer heel ingewikkeld? Ruilverkaveling. Ik ben benieuwd bij wie kandidaat is dan, hè? Oké. Nee, maar goed, maar dat is gewoon heel lastig. Ik denk op dit moment dat het. Oké, er zijn natuurlijk nog allerlei administratieve problemen tussen beide landen. Hè, want het is wel allemaal. Nou ja, neem maar als je in Duitsland wilt gaan werken, hoe dat zit met allerlei toestanden, zeg maar, over de grens werken. Nederland en België gaat dan iets makkelijker. Die problemen zijn er. Maar die zijn denk ik wel acceptabel. En nu denk ik dat Baarle-Hertog en Nassau er garen bij spinnen dat het zo is. Want het toerisme en die exotische omgeving daar, dat houden ze graag zo. Want dan gebeurt er nog wat. Terwijl anders dan wordt het gewoon een vergeten stuk Nederland of België. Ja. Maar ik wil even terug naar de Koude Oorlog ook, Rusland. En de Mercator-projectie. Ik las ooit eens een artikel. De Mercator-projectie rekt eigenlijk de noordelijke delen meer uit. Hè? Ja. Rusland lijkt erdoor gigantisch groot. En dat ook door de westerse mogendheden echt werd gebruikt als kaart. Moet je eens kijken hoe groot en gevaarlijk dat imperium. Dus op die manier werd ook die kaart gebruikt. Hè? Ja. Dus als je dan naar zo'n wereldkaart. Ik zit even te denken, er zit niet zo'n wereldkaart in mijn presentatie. Ik kan niet zo snel terugbladeren. Maar dan is Rusland inderdaad heel erg gigantisch groot. Ja. En als je dat dan ook nog eens heel fel rood kleurt. En Europa is dan heel klein. Dan heb je natuurlijk goede argumenten om te zeggen van kijk jongens, we moeten gaan bewapenen of we moeten dit of we moeten dat. Want het rode gevaar ligt op de loer. Maar omgekeerd hebben de Russen een andere kijk op de aarde genomen. En dan kijken ze een beetje van boven. En dan zien ze aan die kant Canada liggen. Dan zien ze Europa liggen. Dan had je ook nog een pact in de tijd met Irak en Iran en wat andere landen die ook nog een pact met Amerika hadden. En dan had je nog in India die een beetje meedeed. Dus we zijn helemaal omsingeld. Dus wij moeten ook van alles doen aan bewapening. Want kijk maar, hè, dit is de reden dat we iets moeten doen. Hè? En die propaganda met kaarten, die is eigenlijk in finesse uitgewerkt door de Duitsers. In de jaren
2030. Dus zeg maar, ja, tijdens het begin van de Hitlerperiode. Toen zijn allerlei manipulaties met kaarten uitgevoerd. Die argumenten zouden geven waarom bijvoorbeeld dat Sudetenland ingenomen moet worden. Mm-hmm. Of waarom, niet alleen, maar dat konden ze erbij gebruiken. En ook echt bijvoorbeeld de grote, daar hadden we het net over met die projectie. Maar Engeland en Duitsland, nou ja, Duitsland had eigenlijk geen kolonie meer na de Eerste Wereldoorlog. Dus had je een klein stukje Duitsland, dan tekenden ze Engeland. Maar dan tekenden ze alle koloniën erbij. Nou ja, dat was de halve wereld. Dus kijk maar, wij zijn de underdog. Mm-hmm. Ja, op die manier kun je natuurlijk op allerlei manieren met kaarten gaan spelen en manipuleren. Dan kun je, ja, dan kun je nog, kan ik weer een aparte avond overhouden. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is ook een prachtig thema. Daarboven zie ik nog een vraag. Ja, roep maar. Zijn er nog meer? Zijn er vier nog vier landenpunten op de wereld? Ik weet dat niet precies, maar ik weet wel dat er in de Verenigde Staten een plek is waar vier staten bij elkaar komen. Utah, Colorado, New Mexico en nog één. Nou, ik vergeet even zo, ik heb die niet in elkaar. Maar daar in die hoek, moet je kijken, daar zit in ieder geval zo'n punt. Als het gaat om landen, dan weet ik dat niet. Ik dacht dat niet. Maar de Capivari-strook. Ja. Kunnen we even bekijken, want in het laatste... Ja, pak eens even de kaarten bij. Het is wel leuk om even te zien. Fred, je hebt gelijk. Dus ik moet... Oké. Hier. Ah, ja. Ben ik zelf eigenlijk ook geweest, dus ik had het eigenlijk moeten weten, maar... Ja, klopt. En nu we toch naar die kaart, waar komt nou dit hele smalle... Ja, die Caprivi-strook. Ja, precies. Okay, ja, dan, is dat een heel ingewikkeld... Ik weet natuurlijk niet alles in detail. Ik heb hier wel over gelezen. Ik probeer even in mijn geheugen te duiken. Maar op een gegeven moment... Caprivi, die heeft onderhandelingen gedaan in 1884. Hier zien we het nog één keer. Wacht even. Nog even voor dat iedereen het hoort. Het is de Caprivi-strip tussen Angola en wat nu Namibië is. Ja. En de Duitsers, de Namibië was de Duitse kolonie, de Zuidwest-Afrika. Ja. En ze wilden toegang hebben tot Zambezi. Hoewel ze al wisten dat de Victoria Falls te lagen. Want Livingston was er al geweest. Maar ze wilden toch het idee dat het misschien bevaarbaar zou zijn. Dus hebben ze bij de 1884 hebben ze die strip, die is 20 kilometer breed en 400 kilometer lang. Daar hebben ze die geclaimd, daar hebben ze toegekregen. Okay. Generaal van Caprivi. Oké. Nou, kijk. Dat is de goede aanvraag. Collega van het ITC ook, hè? Ik moet even erbij zeggen. Dank u wel. Iets meer nou over de maan aan het nadenken, hoe ze die gaan begrenzen. De maan, oké. De maan, zo, heb je daar ook verstand van? Nee. Ja, dat is helemaal open. Dat kunnen we op een eerlijke manier doen. Ja. Dat kunnen we op een, degene die het eerste is, die kan het inpikken. Dan ga ik even van de maan weer even naar de Noordpool. Maar daar hebben de Russen met een onderzeeboot een vlag op de bodem geplant om het te claimen. Hè? Interessant. Meneer? Het gaat weer over de rivier. Natuurlijke grenzen. Zeg maar die. Misschien kun je die rivier even aanwijzen. Die loopt zeg maar hier zo. Ja. En die gaat zo naar zee. Mm-hmm. En aan beide kanten woont een bepaald volk. Hetzelfde volk, gewoon aan beide kanten van de oever. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk goed. Ik bedoel, je kunt ook de Rijn voorstellen dat aan beide kanten één volk woont of zo. Hè? Die grens, die natuurlijke grens, het is natuurlijk een natuurlijke grens geweest voor de koloniale machthebber. En die dacht, weet je wat, dat is makkelijk te verdedigen. Nou probeerden de Engelsen natuurlijk alles in te pikken daar. Maar op een gegeven moment, ja, Noord- en Zuid-Rhodesië was dat toen. Is dat gewoon de natuurlijke grens tussen die twee gebieden geworden, ja. Dus ja, je moet ook alles wel altijd weer in een context van tijd plaatsen. En in het context van wie is de baas. Want wie de baas is, bepaalt. Mm-hmm. En zo komen dus de grenzen. Dus ja, het is altijd net weer wat ingewikkelder dan je zo simpel op een kaart ziet, denk ik. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik kom even met de microfoon. Hoe diep gaat een grens de grond in? Als een Duitser bij ons vlak bij de grens naar gas gaat boren. Oh ja, dat is ook leuk. Mag je? Ja, een Duitser gaat recht de grond in. En hoe diep zit een grens? Nou, ik weet niet een echt officieel antwoord of er echt een regel is. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon in feite, zou, als je dus denkt aan wiskundige projectie, dan ga je gewoon met de grens naar het middelpunt van de aarde. Mm-hmm. Als een soort, net als de taartpuntjes van Antarctica, maar dan in 3D onder de grond. Mm-hmm. En op die manier zou de grens lopen, denk ik. Maar ongetwijfeld zal iemand proberen met een bochtje... Ja, jouw grondstoffen weg te kapen of iets dergelijks. Ja, 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 ja. Zijn mensen, hè, ja. Dan gebeurt dat. Nee.
Het is mooi om te zien wat dit voor vragen allemaal oproept, dat grensthema. Er is nog een vraag daar. Ja. En daar ook nog, zag ik. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, volgens mij al een paar jaar geleden, had ik eens een stuk gelezen online. En dat ging over dat soort van voorstelling, hoe bepaalde delen van de wereld eigenlijk veel beter af zouden zijn als we wat minder met die grenzen zouden doen. Dus nou, in Europa heb je natuurlijk al door allerlei verdragen. Maar ziet u, zeg maar, ook op dit moment lopen er projecten om te kijken van, kunnen we nog dingen samenvoegen die wij nog niet weten, zeg maar. Wordt er wel eens naar gekeken van wat zou er samengevoegd kunnen worden of hoe of wat? Oké, ja. Dat is een interessante vraag. Dus van zijn er plannen om de grenzen zo te maken dat het allemaal wat leuker is? Hè? Dat komt eigenlijk meer. Ik ben ooit een keertje bij Ferry Heineken uitgenodigd geweest om met hem over kaarten te praten. Want hij wilde een kaart maken, die heeft hij op een gegeven moment ook wel laten maken, van Europa, waarin hij gebieden organiseerde van ongeveer 10 miljoen mensen. Want in zijn denkbeeld dacht hij van nou, 10 miljoen mensen, dat is een mooie groep. Dat ze allemaal zo van die plukjes van 10 miljoen maken. Dus hij had een kaart gemaakt van Europa met kleurtjes, van zoals ik met die landen heb laten zien, van dat soort landen. Dus hij dacht van nou, dat is mijn wereldbeeld. Ik weet niet of hij daar ook nog bij dacht van nou, vanuit één bierfabriek kan ik 10 miljoen mensen bedienen, dat weet ik niet. Maar hij heeft inderdaad zo'n kaart laten maken. En hij heeft daar dus ook allerlei vragen. Het was trouwens wel een heel interessant gesprek Wonderlijk. Met die man, want ik kwam daar binnen. In zijn villa. Hij was net daar die ontvoering, hij was constant bewaakt. En toen zegt hij, ja, we komen over dit project. Maar eerst wil ik iets van je weten. Noem alle 50 staten van de VS. Alleen dan ben je echt. Als ik er ga. Zo. Oké. Okay. Ik heb rare hobby's, dus daar kwamen ze. Dat alle 50. Ik hoefde de hoofdsteden gelukkig niet te noemen, want daar wissel ik wel eens wat van. Maar ja, dus op die manier. Dat was heel grappig hoe zo'n man dan daarmee bezig is. En dan opeens zo'n vraag stelt. Oké, ja. Ja. Dus, en dat plan, dat, wat is nou, dat? Dat plan, nee, maar goed, hij had wel meer. Dat was een beetje zijn hobby, daar was hij mee bezig. Ja. En wat wij moesten doen, is een kaart maken. Laten we zeggen, je kunt, zoals wij nu naar Europa kijken, dan is Nederland klein, hè, zal ik maar zeggen. En Duitsland is groot. Maar je kunt, en dat is gebaseerd op de vierkante kilometers grond die we hebben. Maar je kunt ook kaarten maken waarbij je dus de oppervlakte van een land laat afhangen van hoeveel mensen er wonen. Mm-hmm. En dus als we even op wereldschaal denken, denk even aan Canada. Gigantisch groot, wonen maar 30 miljoen mensen. Mm. Oh, ja. Terwijl in Nederland wonen, nou ja, 17 miljoen mensen. Dus we zijn maar net twee keer kleiner dan Canada eigenlijk qua inwoners. Ja. Dus Canada zou enorm krimpen en Nederland zou enorm groeien op zo'n wereldkaart. En zo zijn er wel meer landen die enorm gaan groeien. India bijvoorbeeld, dat groeit enorm. Hmm. En andere landen, die, nou ja, Argentinië of zo, dat zal weer enorm krimpen. Hè. Dus op die manier. Ja. En dat kun je dus doen met bevolking. Maar je kunt het ook doen met nou ja, misschien wel de bierconsumptie. Hè. Dus dan zie je, ik noem maar even in de trant. Ik heb het wel eens gezien met reistijden. Dat bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs met de TGV ligt heel dicht bij elkaar. Ja. En alle periferie, ja, dat wordt helemaal naar de randen. Dat was ook een hele gave kaart. Ja. Is dat. Er is natuurlijk nu ook een beetje de discussie. Dat is wel grappig. Als je dus nu wil dus dat je wat minder gaat vliegen. En dat je dus binnen Europa de trein neemt. Maar ja, er zijn eigenlijk alleen maar goede verbindingen met een paar van die hoge snelheidslijnen. Mm. En zo gauw je naar een andere stad wilt, ja, dan loop je vast. Ja. Laatste vraag nog. Oh, Groenland. Ik wil Groenland kopen. Ja. En nu kom ik niet meer bij je op bezoek, want dat mag niet. Hoe zit het met het opkopen van landen? China koopt stukken land op. Nou ja, ja. Okay, wat er wel Groenland. Gebeurt is natuurlijk dat op dit moment China inderdaad heel expansief bezig is. En laten we zeggen in Afrika hulp aanbiedt aan allerlei landen. Hmm. En eigenlijk gewoon daardoor allerlei rechten verwerft op grond om gewassen te groeien of mineralen te exploiteren en dat allemaal afvoert naar China, zal ik maar zeggen. Hè? Dus omdat China zelf te klein is om alles te produceren, zo zou je het kunnen zien. En zo zijn ze ook wel met meer dingen bezig. Hè? In Piraeus, die haven bij Athene, die hebben ze ook nou ja, opgekocht, wil ik niet zeggen. Maar ja, daar hebben ze in geïnvesteerd, waardoor ze daar nu het voor het zeggen hebben. Ja, dat is natuurlijk, je kunt zeggen dat is niet zo leuk. Maar als we even teruggaan in de tijd, wij waren niet veel beter natuurlijk in het verleden. Maar dat is een ander verhaal misschien. Goed zo. Maar ja, het gebeurt. En laten we zeggen, ik heb ook begrepen dat op een gegeven moment dat ze stukken van IJsland wilden kopen en zo. Dat is dan kennelijk niet doorgegaan. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd wel individuen die laten we zeggen, wat natuurlijk ook gebeurt. Rijke Chinezen die kopen bijvoorbeeld in Vancouver of in Australië allemaal appartementen op. Ja. En dan hebben ze gewoon een uitweekplaats voor als het een keer misgaat.
Dus die hebben allemaal dingen opgekocht. Maar de rijke Arabieren kochten half Londen op. Mm-hmm. Ja, dus ja. Mm. Wij zijn niet meer in staat om dat te doen. Nee, niet op de fysieke landsgrenzen, maar misschien wel op hoe je invloed hebt en hoe je economische grenzen, hè, zeg maar. Ja. Mooi, mooi. Ik vond het een fascinerende avond. We hebben enorm veel soorten grenzen de revue zien passeren. Menno-Jan, ik wil jou heel hartelijk danken. Het was dank. Een was leuk fascinerende om te doen. Avond. Een heel groot applaus. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Mooi.